Hallo allemaal, mijn naam is Luc en in de video van vandaag gaan we kijken hoe jij goed onderzoek kan doen naar een aandeel. We bespreken hoe ik onderzoek doe naar een aandeel aan de hand van 7 simpele stappen, zodat jij dit precies na kan doen en naar mijn mening dus goed onderzoek kan doen naar een bedrijf en beslissen of je hierin wil investeren of niet wil investeren. Ik denk dat het van essentieel belang is dat je eigenlijk elke stap volgt, aangezien stap 2 weer voorbudeert op stap 1 en stap 5 weer op eerdere stappen en ga zo maar door. Ik als economie student denk natuurlijk zeker dat supergoed onderzoek belangrijk is voordat je een investering doet. En met deze video hoop ik te bereiken dat jullie beter inzicht krijgen over hoe je onderzoek moet doen naar een bedrijf, zodat je duidelijk voor jezelf kan maken of je in wilt investeren of juist niet wilt investeren. Voordat we beginnen bij de eerste stap, zou ik jullie nog wel willen vragen: wil je twee video's per week zien om tram beleggen? Zeker te abonneren op het kanaal Leren Investeren. Hiermee help je mij enorm en wordt het uiteraard super erg gewaardeerd. In ieder geval, genoeg voor de intro, laten we beginnen bij de eerste stap. Als je begint met onderzoek doen naar een bedrijf, dan wil je natuurlijk exact weten wat het bedrijf doet. En wat ik meestal raadpleeg is de 10K of het jaarverslag van het bedrijf. In dit jaarverslag staat meestal redelijk bovenaan een verplichte sectie van de business overview, oftewel exact uitgelegd door het bedrijf zelf. Wat het bedrijf nou precies doet. In deze video wil ik jullie aan de hand van een voorbeeldje extra duidelijk maken hoe ik het precies doe. Dus voor deze video gebruiken we het bedrijf Visa en laten we ook de 10K van het bedrijf Visa erbij pakken. Gelijk op een van de eerste pagina's zullen jullie dit overzichtje zien van het Business Summary van Visa, oftewel dus wat ik al zei wat ze precies doen. Hierin staat dus kort beschreven in slechts één à twee pagina's wat het bedrijf doet. En nu je dus weet wat het bedrijf precies doet, kunnen we door naar de tweede stap in het proces van een goed bedrijf analyseren. We weten nu dus min of meer wat het bedrijf precies doet en dus wat het businessmodel van het bedrijf inhoudt. Maar investeren in een bedrijf is natuurlijk veel meer dan een businessmodel en draait vooral om nummers, cijfers, opbrengsten en ga zo maar door. Dus voor de tweede stap in het proces van een aandeel analyseren, pak ik het meest recente kwartaalrapport erbij. En wat ik vaak doe, is dat ik de presentation erbij pak. Oftewel de presentatie die ze aan de pers lieten zien. Dit is vaak een PowerPoint-presentatie van zo'n 15 tot 30 slides, waarin de meest belangrijke vindingen en resultaten over het afgelopen kwartaal vermeld staan. Dit biedt de pluspunt dat het overzichtelijk is en dat je dus de belangrijke informatie meekrijgt. Doen we net zoals we in stap 1 hebben gedaan, en pakken we weer het voorbeeld van Visa erbij en dus het meest recente kwartaalrapport van Visa. Dan zien we dat dit een PowerPoint presentatie is van zo'n 20 slides, waarin dus de belangrijke informatie vermeld staat. Visa is zoals velen van jullie waarschijnlijk weten een creditcardmaatschappij. Dus hierin staat bijvoorbeeld vermeld de groei in gebruikers van een creditcard. Het groei in transactievolume. Maar ook andere belangrijke factoren. Als gewoon groei in omzet en dus wat meer algemene dingen. Ook niet heel onbelangrijk is dat de cashflows en de marges vermeld zijn in deze presentatie. Oftewel, om het even kort samen te vatten, eigenlijk zijn alle belangrijke financiële instrumenten omtrent de vorige periode vermeld over het bedrijf. En hiermee krijg je dus een goed inzicht in het bedrijf en dus de meest recente resultaten. En met deze informatie kan je naar mijn mening door naar de volgende stap, stap 3. In stap 3 gaan we eigenlijk kijken naar een paar belangrijke ratios omtrent het bedrijf. En ook nemen een kijkje naar de balans van het bedrijf. Dus. Doen we zoals we weer als voorheen hebben gedaan. Pakken we bijvoorbeeld Visa erbij en gaan we kijken naar de balans. Die je overigens vindt op de Investors Relations pagina en dan onder het kopje Earnings Release. Dan ziet zo'n balans van Visa er zo uit. Op het eerste oog lijkt zo'n balans misschien nog wel redelijk moeilijk te interpreteren. Maar ik zelf zoek meestal naar een paar belangrijke cijfers en nummertjes op de balans. Ik kijk sowieso naar de verhouding tussen de assets, dus de bezittingen. En de liabilities, oftewel de schulden. En verder kijk ik ook naar veranderingen in bijvoorbeeld investeringen die het bedrijf maakt, cash die het op hand heeft en gewoon algemene veranderingen, die we eigenlijk al terugzien in wat ik al zei: de bezittingen en de schulden. Verder, als je nog wat dieper onderzoek wil doen naar het bedrijf en ook wil kijken naar waar de cashflow afgelopen jaar vandaan komt, kun je ook kijken naar de cashflow statement. Of zoals het in het Nederlands heet de resultatenrekening. Hierin kun je dus precies zien waar het netto inkomen vandaan komt en wat voor kosten ze maken. Wat dus ook weer terugkomt in de marges die we juist in stap 2 hebben gezien. Oftewel, door de balans en eventueel de cashflow statement goed door te kijken, ja, verbetert het jouw visie op het bedrijf en krijg je dus nog een beter inzicht van het bedrijf. En ga je al langzamerhand richting een ja of nee om te investeren. Maar wat ik dus al zei, verder kijk ik ook nog naar een paar belangrijke ratio's. En voor die belangrijke ratio's gebruik ik de welbekende site Yahoo Finance. Natuurlijk hoef je niet naar superveel ratio's te kijken. Maar een paar ratio's die ik erg belangrijk vind, zijn bijvoorbeeld de PE-ratio. De forward PE-ratio. Eventueel, mocht het toepasbaar zijn, een dividend yield. En ga zo maar door. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Maar een paar van deze basisratio's die zijn dan eenmaal van essentieel belang. voor het goed onderzoek doen naar een bedrijf. Nu je ook beschikt over deze informatie. En dus eigenlijk min of meer alles weten rondom de financiën van het bedrijf, wordt het tijd om het aandeel van het bedrijf te waarderen. En dit doe ik aan de hand van de intrinsieke waarde en mijn intrinsieke waardeschema. Voordat ik doorga naar het intrinsieke waardeschema, ik heb er al eerder een video over gemaakt. Dus begrijp jij niet direct wat ik zo meteen ga doen, raad ik je zeker aan om na deze video die video nog terug te kijken. Maar zoals ik al zei, voor nu gaan we naar het intrinsieke waardeschema. En hier gaan we dus wat van die nummers die we in stap 3 en stap 2 gevonden hebben, invullen. Namelijk links in het schema vullen we de earnings per share, oftewel de inkomsten per aandeel in. En aan de rechterkant van het schema vullen we de growth rate, oftewel de verwachte groei voor de aankomende 5 jaar en aankomende 10 jaar in. En die baseren we natuurlijk logischerwijs op groei in het verleden, maar ook de verwachtingen die wij zelf hebben van een bedrijf. Verder vullen we de discount rate in. Oftewel, hoeveel procent jij wil maken op het aandeel en een terminal multiple. En de rest is eigenlijk heel simpel. Het schema doet het werk voor je en komt met een intrinsieke waarde. Ook voor Visa heb ik de nummers weer ingevuld. En komen we bijvoorbeeld tot een intrinsieke waarde van het aandeel. We geven een discount rate van 10% van rond de 200 dollar. Wat dus wil zeggen, als wij 10% vermogensgroei per jaar willen pakken op het aandeel Visa... Het aandeel op een moment rond de 200 dollar gewaardeerd zou moeten zijn. En met deze waardering weet je logischerwijs voor jezelf of het aandeel goed gewaardeerd, ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. En zoals jullie weten ben ik over het algemeen, en jullie waarschijnlijk ook, op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Want daar kun je simpelweg, naar jouw mening, het meeste rendement op pakken. Met het voltooien van de vierde stap hebben we dus nu eigenlijk een perfect inzicht van de financiën en de waarde van het aandeel. En is het aandeel dus nog steeds niet afgevallen en is het dus hoogstwaarschijnlijk ondergewaardeerd, dan is het natuurlijk tijd om door te gaan naar de vijfde stap. En dat is wat minder binnen bedrijf kijken, maar kijken naar de concurrenten. Dus vergelijkbare bedrijven die eventueel wel een betere investering zouden kunnen zijn. Voor Visa is een vergelijkbaar bedrijf en waarschijnlijk de grootste concurrent Mastercard. Wat je ook voor zo'n Mastercard wil doen, is eigenlijk precies hetzelfde als voor Visa hebben gedaan. En misschien wel de eerste vier stappen herhalen. Hierdoor krijg je ook van Mastercard een goed overzicht wat het bedrijf inhoudt. Wat natuurlijk vergelijkbaar is met Visa. En de financiën van het bedrijf. En heb je het aandeel dus gewaardeerd? En kan je dus beslissen. Oké, okay, Visa is meer ondergewaardeerd dan Mastercard. Of andersom. En dan kies je natuurlijk dat aandeel. Zodat je eigenlijk in een bepaalde sector, die je hoogstwaarschijnlijk al interessant vindt, het beste aandeel hebt voor in je portefeuille. Voor het gemak van de video behouden we even het aandeel dat we eigenlijk al de hele video bespreken, namelijk visa om door te gaan naar stap 6. En wat we in stap 6 gaan doen is eigenlijk kijken naar het koersverloop van een bedrijf. Sommige mensen noemen dit ook wel de technische analyse van het bedrijf. Klinkt super ingewikkeld, maar zelf ben ik hier ook niet per se een expert in, en kijk ik eigenlijk naar twee redelijk simpele, maar toch super belangrijke ja, punten in de koersgrafiek zodat jij kan bepalen of het aandeel op een goed moment om te kopen zit of op een minder goed moment om te kopen. En dat zijn namelijk de support en resistance. Om het even goed en duidelijk uit te leggen, wil ik dit doen aan de hand van de koersgrafiek van Visa. Dus pakken we deze grafiek erbij, dan zien we een mooi koersverloop van Visa. Laten we eerst gaan kijken naar de support. Dit is eigenlijk heel simpel gezegd de ondergrens van het aandeel. Telkens als het aandeel zakt rond deze prijs. En dan stuit hij weer terug naar boven, omdat hij niet onder deze grens zakt. Natuurlijk is dit vaak niet een rechte lijn, maar bij Visa ligt hij zo ongeveer rond de 190 dollar. Wat dus wil zeggen dat als het aandeel op het moment rond de 190 dollar zit, dat het misschien interessant kan zijn om het aan te schaffen. Verder kijken we ook nog naar de resistance, oftewel eigenlijk de bovengrens. Dus de grens waar hij, als hij in de buurt komt, moeite heeft doorheen te breken, omdat veel mensen verkopen. Of denken dat het misschien net wat te duur is? Voor Visa is deze net wat lastig te herkennen. En ook hier is het geen rechte lijn. Als ik bij Visa kijk, denk ik ongeveer dat die rond de 210 à 215 dollar ligt. Want wat we zien is telkens als het aan de ongeveer rond deze grens komt. dat die moeite heeft echt door te stoten naar boven. Eén keer is het wel gelukt, maar vrij vlak daarna zagen we weer een terugval in de koersprijs. En wat je dus eigenlijk met deze support en resistance doet. Is voor de korte termijn een goed moment bepalen om in te stappen. Natuurlijk is voor de lange termijn het businessmodel het belangrijkste en de groeiende toekomst het allerbelangrijkste. Maar zo'n technische analyse kan nooit kwaad en is gewoon over het algemeen superhandig voor wat extra inzicht en net die ene extra 1 à 2 procent rendement die je kan behalen op een aandeel. Nu we al deze zes stappen besproken hebben en eigenlijk dus alles weten over het bedrijf en de koersgrafiek, is het tijd om door te gaan naar de zevende stap. En die klinkt misschien het makkelijkste. Over het algemeen wordt die misschien wel beschouwd, ondanks dat je het zelf niet doorhebt als de moeilijkste. En het is namelijk rustig wachten op een goed moment om te kopen. Vaak ben je na zo'n onderzoek naar een bedrijf super enthousiast en wil je het bedrijf zo snel mogelijk aanschaffen. Maar de key hier eigenlijk is: wachten tot het bedrijf voor een goede koersprijs te waarde staat. Dit is vooral toepasbaar op value bedrijven en misschien iets minder toepasbaar. Op bedrijven die vooral heel veel doorgroeien en potentieel ten ex kunnen gaan, omdat daar 1 à 2 op de korte termijn net wat minder uitmaakt. Maar het punt blijft: iedereen wil natuurlijk de beste koersprijs hebben. En dus is stap 7 heel simpel gezegd: gewoon wachten op een goede koersprijs. Nu we dus deze 7 stappen behandeld hebben, weet jij hopelijk precies hoe ik een aandeel analyseer en hoe ik denk dat iemand goed onderzoek kan doen naar een aandeel en dus. Overtuigd kan zijn van zijn of haar investering. Vonden jullie deze video nou interessant en bovendien leerzaam voor jezelf? Laat zeker een blauw duimpje omhoog achter en wil je meer van dit soort informatieve content zien en dus twee video's per week omtrent beleggen? Abonneer zeker op het kanaal Leren Investeren. Voor nu wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video tot het einde en hoop ik jullie weer terug te zien bij een volgende video op het kanaal.